Nou, dit is hem dan. Het meest luxueuze cruise ship van de wereld. Althans, een van de. Niet al te groot. Nou ja, ik, als het in mijn tuin achterlangs vaart, dan zou ik toch wel schrikken. Hé, hey, Pascal. Hoe lang is het schip hier? Hoe lang ligt het hier? Hoe lang ligt het hier? Het ligt hier. Het is vandaag aangekomen en het vaart morgen weer weg hier uit Amsterdam. En dan gaat het een prachtige 12-daagse cruise maken naar Stockholm. Ja. En alles op dit schip, wat je ook doet, is all-inclusive, hè? Ja, alles is inbegrepen in de prijs. Dus al het eten. En het eten is werkelijk fantastisch. Heel erg verfijnd. Een verfijnde keuken. We hebben diverse restaurants aan boord. Alle dranken zijn inbegrepen. De wijnen bij het lunch en diner. Maar ook de cocktails, de sterke drankjes. Alles is aanwezig. En daarnaast is ook zijn de fooien inbegrepen. Dus eigenlijk kun je je portemonnee dicht laten als je hebt helemaal niet nodig. Ja. Ja. Tenzij je natuurlijk wat wil kopen in de shops of een mooie excursie wil maken, dan komen daar nog uiteraard kosten voorbij. Ik krijg van jou vandaag een rondleiding, maar wat maakt dit schip nou zo luxe? Wat maakt het nou anders dan andere schepen, zeg maar? Het is de kleinschaligheid, ja. 450 passagiers, intimiteit, veel buitenruimte, ook veel ruimte per passagiers. We hebben hier alleen maar suites waar 90% met een eigen balkon. Suites zijn zeer ruim, rond de 25 vierkante meter, 28 vierkante meter en plus nog een balkon van 6 vierkante meter, dus je hebt allemaal ruime suites. Ja. En daarnaast het serviceniveau, bijna één crewmember op één passagiers en de service is informeel, maar toch heel erg... Daar betaal je wel wat voor natuurlijk. Persoonlijk, ja. Ja. Dat allemaal wel. Ja. Even kijken, de service zit hem toch echt tot in de details. Even dit stukje, dat vind ik wel leuk om even te laten zien. Lopen we even een klein stukje over het schip heen en dan kijk, dan zie je dat, natuurlijk leuk om thuis te zien. Hier kan je even putten, mocht je denken van nou ja, ik heb een golf zo gemist, kan je hier toch, dat je het niet verleert, hè? Niet onbelangrijk natuurlijk. Absoluut. Nee, en dan nog een heel leuk detail vond ik zelf, dat liet Pascal mij net al zien, maar toen had ik nog niet de camera klaar, is op een puntje van het schip, net als in de film de Titanic, dat liep dan minder goed af, maar toen het nog leuk was in de film, toen stonden ze daar vooraan, achter elkaar natuurlijk, met Leonardo DiCaprio. Nou, en dat geintje, dat kan je hier ook uitproberen, maar dan op een geheel andere wijze, namelijk in de jacuzzi. Ja. Ultieme luxe. Dus daar ligt elke dag ligt daar iemand natuurlijk, of niet? Zeker wordt er gebruik gemaakt, ja. Nou, wil je nou meer willen weten? Zometeen op de radio, hè?